Bart heeft gisteren heel veel schopjes gevoeld. Ik heb gewoon blauwe plekken op mijn hand, hè. Kijk hier. You're beautiful, it's true. Hallo, good morning. Het is vandaag maandag en ik ga weer naar de opvang. Daarna ga ik naar papa. Dus jullie zien me niet zoveel meer. Nou, eigenlijk niet meer. En waarom mama hier niet staat? Nou, die is nog even in slaapmodus. Oh. Ja, later. Hoi hoi, goedemorgen. Het is maandag vandaag, maar Jola die heeft volgens mij al de vlog geopend. Dus dat weet u al. Ik ben even de weegschaal aan het pakken. Ligt helemaal hier ergens onder volgens mij. Ik ben natuurlijk alweer een week niet gebruikt. Ja. Ik ga namelijk weer een zwangerschapsupdate doen. En jawel, we zijn aangekomen op de 20 weken. Ja, 20 weken zwanger. Oh, eindelijk ben ik echt op de helft. En kan ik ook tegen iedereen zeggen op de helft. Dat is zo leuk, want vooral mannen die snappen het niet echt als je zegt... Dan vragen ze hoe lang ben je zwanger en dan zeg je zo en zoveel weken. En dan denken ze natuurlijk, ja het zal wel, want die denken niet echt in weken. Maar nu kun je gewoon zeggen, ik ben op de helft. Ja. En alles is lekker in gang gezet. Hier in huis natuurlijk ook, zoals jullie misschien allemaal vorige week in de vlogs hebben gezien. De vloer is ingemeten en we hebben een afspraak voor... Nee, we hebben eigenlijk nog geen afspraak. Maar dat zal als het goed is vandaag of morgen gemaakt worden voor wanneer we gaan beginnen. Dat hoop ik. Dus ik moet er maar weer een beetje achteraan gaan. Want zo gaat dat blijkbaar altijd met afspraken maken. En dat snap ik niet zo goed. Ik bedoel, bedrijven willen toch ook aan de slag? Die willen toch ook verkopen? Dan ga je toch bellen om een afspraak te maken? Maar goed. En oh ja, we gaan trouwens vanavond naar James Blunt. Ik heb nog gevraagd vorige keer aan de verloskundige of dit wel kan. Met 20 weken zwanger. En ze zei nou, weet je, in principe kan hij het wel horen. Maar als het te hard is, of als hij er last van krijgt, dan laat hij dat wel merken. En denk gewoon aan jezelf. Als jij vindt dat het te hard is voor jouw oren, dan is het waarschijnlijk ook te hard voor de baby. Dus daar houden we natuurlijk gewoon rekening mee. Dus ja, ik heb er zin in. Even lekker eruit. Jola die is dus een avondje bij de vader. Dan zie ik er één avondje niet. Nou, ik ga me eerst even wegen. Yay! Ik ben nog steeds niet over de 70 heen. Ik vind zelf dus dat ik wel echt, dat mijn buik wel echt gegroeid is. Maar bijvoorbeeld zaterdag was ik op de beurs. En toen zagen heel veel mensen gewoon niet dat ik zwanger was. Maar ja, ik had wat zwarts aan en dan kleed dat een beetje af. En dan heb je ook nog je jas en zo. Dus ja, dan valt het wel wat minder op. Maar ja, ik draag ook wel heel veel zwart. Omdat ik dat nou eenmaal meer heb wat allemaal uitrekt. Dus ik wil deze week ook echt even op zoek gaan naar wat leuke zwangerschapskleding. Dus dat zullen jullie de komende week nog in de vlogs gaan zien. Dat ik daar misschien even wat naar ga kijken. Want deze week kan dat nog. Want nu ben ik nog niet heel druk in huis met de verbouwing. En vanaf volgende week waarschijnlijk wel. Dus dan wil ik nu eventjes nog wat dingetjes kopen voor mezelf. Voor de zwangerschap. En dan na de verbouwing alleen nog maar voor de baby. Ja. Ik ben nu al moe. We gaan nu ergens even snel wat eten. Dan gaan we nog langs de mediamarkt. Want ik heb nog iets wat het niet meer doet. En dan gaan we naar James Blunt. Heel benieuwd. Ja, Bart is nog nooit naar een concert geweest. Nou, niet zo'n soort concert. Feesten. DJ's, ja, DJ's. Maar ja, gewoon een concert van Armin. Ja. En dan niet een feest van haar, nee, maar echt speciaal een concert. Ja, ja, waar ook mensen stilstaan. Swedish House Mafia, dat soort dingen. En, ja. Maar niet echt zo'n artiest als dit. Dat is eigenlijk heel beschaamd. Maar even, om even verder te gaan over de zwangerschapsupdate. Bart heeft gisteren heel veel schopjes gevoeld. Ik heb gewoon blauwe plekken op mijn hand. Hè. Kijk hier. Wow, het wordt steeds reëler. Ja. Steeds echter. Omdat je het ook echt gewoon voelt. Dit is dus het apparaat dat stuk is. Mevrouw Lomans, mag ik u iets vragen? Hoe voelt het nou om Sorry. Mevrouw Lomans. Ik ben nu niet aan het uiting van de geruchten dat u tijdelijk... Wat is er? Wat voor geruchten? Nee, idee, ik moet nog wat verzinnen. Oh jammer, er zijn nog geen geruchten omtrent mij. Nee. Ja, saai.
Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken trouwens, zo met de garantie van dat ding, zonder doos. Oh, ik ruik allemaal eten. Dit is romantisch uit eten gaan met Bart. Enkele jaar doen we dit. Ja. Maar iets vier. Nou, enkele jaar. Maar moet niet te veel, hè? Kan ook te gek. Ik heb een patatje met en een vitaaltje. Dus dat is geen vlees, hè? En dit is een rundvleeskroket. Ga weg. Oh. Sorry. Ik ben heel benieuwd vitaaltje voor de eerste keer eten. Ik denk dat hij heel anders smaakt dan de andere, want hij ziet er ook totaal anders uit. Vet lekker. Proeft gewoon als een kroket. Smaakt als een kroket. Op hoop van zegen. Die wilt hij graag. Mag hij niet van mij. Het is echt een discussiepuntje. Wel echt hele goede service van Mediamarkt, want ik mocht gewoon de winkel in om een nieuwe te pakken. Dat had ik echt niet verwacht. Heel goed, man. Gewoon zonder doos. Had ik echt niet verwacht. Ik dacht echt, dat gaat echt weer een heel moeilijk verhaal worden. Maar wat wel een moeilijk verhaal is, is dit. Bart. Zullen we gaan? Super fijn plekje, een zitplekje. Echt, we waren echt de allerlaatste van de laatste twee plekjes. Echt heel fijn. Dus ik ga nu even wat drinken halen. Als het dan kan hier. Nee, het kan niet hier. Ik moet ergens anders heen. Dus. Maar heel veel zin in. Bart die zit dus op dat plekje, want anders is het plekje weg natuurlijk. I have a dress on. Salut. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. Awesome to be back in this venue in this fantastic city, and it is amazing to see your smiling faces. Thank you so much. Everyone, I know it's a Monday night, but I want to see you moving. So you know some of the songs will be faster, but you know me, I have a shitload of miserable songs. And those slow ones, I don't know, you know. I mean, but you can just wave and wave maybe or something, just wiggle slowly. Every night. Yeah, we play the same songs every fucking night. And you know what? It's only fun for us. It's only fun for us because of you. Thank you so much. So you know what? It's a good idea. It's a good idea to finish every concert on a happy note. You know,
Monday, you need to go out there with the smiles on your faces for the rest of the week. But it's me, and I love miserable songs. So yeah. So this is a miserable one. And you know what we could do here tonight? Instead of making this really miserable and sad, we could make this a kind of romantic song. Let's try this for romantic tonight, okay? Let's try, instead of creepy, we're gonna be romantic. And what we could do, it's about an affair, okay, with someone else's married person's wife. So it's not that romantic, actually. It's terrible. And I don't recommend it. But yeah, so what we could do, you know, I want you to be the stars. I want you to be the stars, and I want you to be the lights for this song. And we'll just have that little light up there, and otherwise you're the lights tonight. So if you've got your phone, and you've got it as a torch, or you've got a flash out there, or... caught in this feeling. Yo, ik zit alvast in de auto. Bart is nog heel eventjes een uitrijkaart halen. Maar dat maakt niet uit, want hier zit toch nog geen beweging in. Het is heel druk. Het was echt superleuk. Wauw, leuke zanger. Je hebt toch altijd, wanneer je naar zo'n concert van iemand gaat, dan leer je eigenlijk de zanger pas echt een beetje kennen. Door alle praatjes tussendoor. En ja, ik weet niet, ik had er echt een heel... gezellig, leuk gevoel bij, wat ik ook had verwacht. Dus heel leuk. Oh, daar is Bart al. Hey. Lukt? Yes. Maar ik heb het echt mega koud, joh. En ik heb echt een keel, keelpijn. Daarom heb ik ook niet meegezongen. Ik heb echt last van mijn keel. Die is nou wat ziekjes. Ja, wat we niet hopen. Bang voor. We gaan even goed bijpitten vannacht, schat. En even extra vitamine C. Het is gewoon, ik heb dat elke winter. Dan heb je op een gegeven moment zo'n moment dat het onder de 10 graden komt. Ja. En dan hakt hij erin. Gisteren was het 7 graden. En vannacht gaat het op sommige plekken min 4 vriezen. Oh. Het ziet er heel zielig uit, schat. Vond je James Blunt leuk, schat? Ja, ik vond hem wel leuk, ja. Jij? Ja, een paar nummers waar het echt helemaal los ging. Ik vond het vooral leuk dat je helemaal van die tussenstukjes tussendoor hebt. Dat je hem echt dat een beetje even een beetje grappig is en dat je hem echt een beetje leert kennen en zo. Ja, die nummers ken je al. Echt, moeten we dat vaker doen, hè? Met meerdere artiesten die we heel goed vinden. Moeten we echt vaker doen. Goed, maar voor dat je zeggen algemene we kennis. Wel vaker. Zeggen we ook altijd als we één keer naar een theater zijn geweest, zeggen we ook moeten we vaker doen. Ja. Ja. Maar nu moeten we het er nog even van nemen. Inderdaad. Nu kan het nog. Straks dan wordt het steeds moeilijker en lastiger. Straks liggen de prioriteiten even bij ons kindje. Ja. Yeah. En natuurlijk ook bij Joden. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Tot morgen. Doei.